dat is hier Flabelle Holsteins en Zuidschoten, het Ipper. We zijn begonnen melken in deze stal verleden jaar, dat is nu ongeveer eigenlijk een jaar geleden. Naar onze volle tevredenheid. En nu geeft dat natuurlijk wel een aangenaam gevoel. Als het zo regent, dat we kunnen zeggen, ze mogen allemaal binnen. Hè. Geen probleem, er is plaats genoeg. Van die automatische schuimbeker waren we heel tevreden. Doordat wij dat doen, zijn de koeien ook iets rustiger op het moment dat je ze aanlegt om te melken. En ze laten ook de melk heel gemakkelijk schieten op het ogenblik zelf dat je de stellen aanlegt. Vroeger kon je een keer hebben dat je zegt van ja, die is niet volledig uit. En sinds dat we dat gebruiken, hebben we dat eigenlijk niet meer. Die reiniging van die spenen, dat is inderdaad het extra dat, ja, waarvoor dat we het eigenlijk gedaan hebben. Hè? Want vroeger kon je soms een keer een vuile spenen hebben, dat je zegt, godverdorie. En sinds dat we die schuimer gebruiken, dat vuil, dat is allemaal weg. Op het gebied van uiergezondheid hebben wij helemaal niet te klagen. Ik ga even oud vasthouden, zoals ze zeggen. Sinds dat wij de schuimer gebruiken, hebben wij eigenlijk geen enkele uierontsteking meer gehad. En de gegevens op de computer die bewijzen dat ook. De spenen die waren al. Daar hadden wij al niet echt over te klagen. Maar nu is dat op de volle rij 100%. Omdat dat product de spenen echt wel zachter maakt. Dat gevoelt dat wel. Op het moment dat je de koeien aanlegt, zijn die altijd helemaal zacht over de hele lijn. En wat betreft de melkfilter en de bevuiling van de melkfilter, moet ik eigenlijk zeggen dat dat aansluit op mijn vorige gezegde ook, dus dat er minder vuil aan is, door het feit dat het zo gemakkelijk afkomt.